Ja, bij deze dus, denk ik. Ja, laat ik gewoon bij het begin beginnen. En voor degene die de moeite nemen en de tijd nemen om deze video af te kijken, dankjewel. En ik hoop dat je hier een beetje begrip voor hebt. Ik heb eigenlijk als kind zijn er altijd een prima jeugd gehad. Echt niks aan de hand. Ik had altijd leuke vriendinnetjes, leuke vrienden. En mijn ouders waren gewoon bij elkaar. En ik kwam nooit iets tekort. Ik kon alles doen wat ik wilde. En ja, ik heb eigenlijk een prima jeugd gehad. Een redelijk strenge opvoeding aan het begin. Maar daarna werd ik een beetje een opstandig puber. En kreeg ik het toch al voor elkaar om eigenlijk alles wat ik wilde te bereiken, zeg maar. En ik heb eigenlijk op de basisschool en zo altijd hele goede resultaten gehad op school. En ze dachten allemaal dat het wel goed kwam, bla bla. Toen ben ik naar de middelbare school gegaan. En toen ben ik naar een school in Rotterdam gegaan. En daar heb ik 3 jaar op gezeten. En in die 3 jaar heb ik echt onwijs veel leuke en lieve mensen leren kennen. Maar op de een of andere manier, zeg maar, ik ging niet naar een school. Ik heb altijd in Hendrik Ido Ambacht gewoond, dat is een dorpje. En ik ben nooit naar een school gegaan in Hendrik Ido Ambacht of Zwijndrecht als middelbare school. En terwijl iedereen die in het dorp woonde, zeg maar, dat wel deed. Dus ik was dus nog niet echt op mijn plek in Rotterdam. En ondanks dat ik echt onwijs veel lieve mensen had leren kennen, voelde ik me gewoon een beetje... Ja, ik weet niet. Ik ben ook van een HAVO-VWO afgezakt naar HAVO en toen ook nog eens een jaar blijven zitten. Dus het was echt een beetje zo van, ja, wat ben je nou aan het doen? Ik vond die school niet zo leuk. Het was heel veel... Ja, het was een theaterschool en had je ook extra uren kunst en weet ik het wat. En in plaats van gym had je dans. En ik vond het gewoon niet zo leuk. Toen merkte mijn ouders dat wel aan me. Dus toen... ja, toen hebben ze mij gevraagd, goh, wat is er aan de hand, bla bla. Maar ja, ik wist het zelf ook niet echt. Ik was gewoon niet echt heel gelukkig. En ik had er niet echt een verklaring voor of zo. En toen ben ik met een psycholoog gaan praten. Dat is een beetje een aparte psycholoog. Een of andere kunstpsycholoog. Van ja, maak maar een tekening hoe je je voelt. Ja, maak maar een tekening hoe je je voelt. Ja, ik begon maar een beetje op het blad te kladderen. En dan zei ze van ja, nou zo depressief ben je niet. Want de meeste mensen die hier zitten, die gebruiken alleen maar zwart. Ja, ik kan heel wat blaadjes zwart gaan zitten kleuren. Maar maak maar een tekening hoe je je voelt, weet ik veel. Dus nou ja. Daar kwam dus uit dat het beter zou zijn voor mij als ik naar een school hier in de buurt zou gaan. Dat wilde ik ook op dat moment. Dus ja, ik denk niet dat dat de oplossing was voor hoe ik me voelde. Maar ik wilde op dat moment toch naar een andere school. Dus ik was blij dat dat lukte. Toen ben ik naar een school gegaan in Zwijndrecht. Ben ik in een HAVO-klas gekomen ook weer. Heb ik ook Anthea leren kennen toen het jaar. Ja, was dat jaar eigenlijk ook super kut. Het was zeg maar, het niveau was veel moeilijker op die school in Zwijndrecht dan in Rotterdam. Dus ja, ik kon het niveau gewoon ineens niet aan. En na 1 jaar was ik klaar, gaan we naar VMBO. Toen ben ik naar VMBO gegaan, heb ik daar eindexamen gedaan. Ja, geslaagd. Toen ben ik een opleiding luchtvaartdienstverlening gaan doen. In Rotterdam ook weer. MBO. En dat was voor mij echt, ik weet niet. Dat jaar begon ik me echt heel erg te realiseren elke keer van, goh, wat weet je bent helemaal niet zo gelukkig. En ja, ondertussen was ik ook al voor Ronnie begonnen als zijn DJ. En dacht ik er eigenlijk elke keer bij na van, goh, er zouden eigenlijk best wel veel meisjes in mijn positie willen staan. En ik ben er niet eens zo gelukkig mee, zeg maar. Wat is dat, weet je wel. Die zomer daarvoor ben ik heel erg goed bevriend geraakt met Femke. Femke ging toen 4 maandjes of 3 maandjes, ik weet niet. Ze ging een paar maanden ging ze naar Miami toe. En ik ging eigenlijk vrijwel nooit naar school. We hadden echt shit cijfers. Ik vond die opleiding ook niet leuk. Nou, op een gegeven moment, ik was toen, ik denk 17. Dus dan krijg je gewoon echt gezeik met de leerplicht. Want je bent tot je 23 leerplichtig tegenwoordig als je geen mbo-diploma hebt. Dus ik kreeg er eigenlijk heel veel gezeik mee op school. En toen, ja, op een gegeven moment kon ik eigenlijk echt alleen maar in bed liggen en me ongelukkig voelen. En ja, merkten mijn ouders dat ook. Dus hadden ze eigenlijk echt zoiets van, ja, laat maar, weet je wel, laat het maar gewoon. En hebben ze mij ook niet meer echt verplicht om naar school te gaan. Liep ook al tegen het eind van het jaar aan. Dus het was meer zo van, nou ja, weet je, laat maar, ga volgend jaar maar weer gewoon iets doen. Toen in die zomer heb ik besloten met Femke en Anthea om samen te gaan wonen in Amsterdam. Want we wilden gewoon op onszelf. En ik dacht ook van, ja, weet je, ik dan denk je gaat aan alles denken dat waar het aan ligt dat je niet gelukkig voelt. En ik dacht toen dat het kwam, ja, omdat je thuis woont, bla bla bla. Dus ik dacht, nou oké, dan ga ik op mezelf met 2 beste vriendinnetjes. Maar dat is een soort van de ideale situatie voor een meisje van 18. Dat is, ja, toch, dat vind je gewoon hartstikke leuk.
toen heb ik die zomer even mijn vader besloten om weg te gaan met ons gezin en verder te gaan met een andere vrouw. En ja, eigenlijk vrijwel nadat dat nieuws naar buiten was, ben ik eigenlijk meteen op mezelf gegaan, want dat is eigenlijk een soort van gelijk met elkaar gegaan. Het plan was al dat ik op mezelf zou gaan en ineens kwam dat naar buiten. Toen is mijn broer naar Parijs verhuisd en zat mijn moeder eigenlijk in één klap alleen. En dat vind ik elke dag echt nog steeds heel erg, maar ik kon niet echt naar huis gaan. Tenminste, als ik in Amsterdam was en ik wilde gewoon even naar huis, naar mijn moeder. Dan werd ik er zeg maar hier aan herinnerd dat hoe anders de situatie was van vier mensen in huis. En dat er maar één iemand is die zich heel alleen voelt. En ja, dat heb ik toen dus vrijwel niet gedaan. Dan ben ik gewoon heel veel in Amsterdam gebleven. Dus uiteindelijk het contact met mijn vader ook opgehouden. En ja, anyway, toen woonde ik dus in Amsterdam met de kennis van dat mijn ouders weer bij elkaar waren. Mijn broer was weg. En toen ben ik begonnen aan een opleiding onderwijsassistent. En ondanks dat ik maar één keer in de week naar school hoefde en je voor die opleiding echt geen fucking reet hoefde te doen, deed ik dat ook niet. En was dat eigenlijk ook een soort van genoemd om te mislukken. En ben ik daarmee gestopt ook. Was toen gewoon heel veel thuis toen ik die opleiding deed. En ik weet niet, ja dan, wat ik al eerder zag dat het aan die school lag. Toen dacht ik dat het lag en dat ik thuis woonde. Nu denk ik van, oh, het ligt aan dat je ouders niet bij elkaar zijn. Terwijl ik er eigenlijk heel weinig van meekreeg. Maar het was voor mij heel erg dat ik gewoon dacht dat iets wat je vroeger meemaakt. Je ouders uit elkaar gaan en dan ga je of bij je vader of bij je moeder wonen mee in het weekend daar. En ik heb dat helemaal niet meegekregen. Dus ja, het kwam echt gewoon heel erg laat. En dan verwacht je het eigenlijk niet meer. Dan denk je dat het wel goed zit of zo. Ja, toen heb ik eigenlijk het eerste jaar dat ik in Amsterdam woonde, tenminste het eerste half jaar misschien, heb ik eigenlijk echt heel erg veel gewoon in bed gelegen en me kut gevoeld en me naar gevoeld. En ja, gewoon dat het eigenlijk helemaal niet zo goed met me ging. En toen op een gegeven moment dacht ik gewoon van ja, dit gaat echt helemaal niet werken. Ik zag het echt niet meer zitten en toen ben ik een keer naar mijn moeder gegaan. Toen is daar een beetje de bom gebarsten en had ik een beetje uitgelegd hoe ik me voelde. Want mijn ouders wisten natuurlijk ook niet hoe ik me voelde, omdat ik nooit thuis was. En ja, toen is mijn vader gebeld en die heeft me toen naar de dokter gebracht om zeg maar daar een gesprek te hebben over ja, wat ik kon doen. En toen ben ik doorverwezen naar een psycholoog. En gek genoeg ben ik nooit gegaan, omdat elke keer als ik me zo naar voelde, kwam ik er wel weer een soort van bovenop en dacht ik van goh, wat is er nou eigenlijk zo erg, weet je wel? Wat is er nou aan de hand? En dan kon ik het niet echt ergens op drukken, maar gewoon dat je heel ongelukkig bent. Dat je gewoon niet blij bent met je leven hoe het is. En het frustreert me echt heel erg dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk niet met mijn leven zouden willen ruilen als in hoe ze het zien. Want ja, in mijn vlog zie je het nou helemaal niet als ik me kut voel. Of zie je het nou helemaal niet als ik even ergens geen zin meer in heb. En als ik ergens mee zit, weet je wel, jij. Je gaat niet elke keer die camera erbij pakken als je zit te janken. En het verbaast me eigenlijk ook dat ik dat nu doe. Maar ik voel me gewoon een soort van verplicht even te laten weten waarom die video's de laatste tijd zo bagger zijn. En waarom er dus misschien de komende tijd even geen video's komen. Omdat, ja, elke keer dacht ik dat ik er wel weer uit zou komen. En dat lukte ook wel. En eigenlijk heel de tijd dat het goed is gegaan, is de afgelopen tijd best wel goed met me gegaan. En, ja, was het eigenlijk gewoon wachten op een moment dat het weer een soort van fout ging. En dat het besef weer kwam dat ik niet gelukkig ben. En ja, ik weet niet wat ik eigenlijk wil vertellen met dit verhaal. Of wat ik duidelijk wil maken. Of het is niet echt een conclusie aan, want die is er niet. Maar ja, ik wilde misschien gewoon even weer duidelijk maken dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zit op het moment. En dat de reden is voor mijn video's die niet zo concreet online komen, zeg maar. En ja, misschien dat jullie er ook iets uit kunnen halen van, goh, het lijkt wel alsof ik het perfecte leventje heb. En als je je kut voelt, dat je dan denkt van, ja, godver, en iedereen heeft een beter leven dan ik. En bij iedereen is het perfecter. Niemand heeft altijd dagen dat hij zich geweldig voelt. Ja, ik zit echt maar van de hak op de tak. Ik wilde eigenlijk een heel verhaal nog een keer aan vastplakken, maar
ja, dat gaat eventjes niet lukken. Anyway, ik weet niet wat ik aan jullie kan beloven. Als in wanneer er weer video's komen, wanneer niet. Ja, ik ga denk ik gewoon proberen om te beginnen met vloggen wanneer ik er zelf zin in heb. Wanneer ik zelf denk van ja, ik wil vandaag laten zien aan iedereen wat ik aan het doen ben. En aan het begin, toen ik begon met vloggen, was die motivatie heel erg. En nu is het meer van ja, wat kan ik laten zien? Dat ik in mijn bed lig te huilen. Ja, wat is voor niemand leuk. Dus ik wilde dat gewoon even melden. Ja, ik kan jullie niks beloven van wanneer er weer video's komen. Alleen, ja, ik denk dat ik gewoon moet beginnen met gewoon uploaden wanneer ik er zin in heb. Wanneer ik zelf voel dat ik mijn dag wil laten zien aan jullie. En ja, dat ik daar bereid toe ben of iets. Weet ik veel, ik zeg ook maar wat. Anyway, ik ga jullie op de hoogte houden van veranderingen omtrent mijn kanaal. Ja, dit was echt eventjes de video voor nu. Ik wil je heel erg bedanken als je de tijd en moeite hebt genomen om deze video af te kijken. Ja, ik wil ook aan iedereen meegeven van goh, wat iemand ook doet. Het is heel makkelijk om via internet maar je mening klaar te hebben en achter je computer te zeggen van goh, stop maar gewoon met vloggen, want het is toch niet leuk om naar te kijken. En als je dat vindt, prima, maar dan, je hoeft ook niet te kijken. Dus zeg maar, zo'n reactie hoef je ook niet te doen. Het is dat ik het een beetje van me af heb kunnen zetten. Aan het begin van YouTube vond ik het nog heel erg en trok me heel erg persoonlijk aan als er een negatieve